Goedemiddag, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik heb vanmiddag 2 brieven binnengekregen van het Radboud UMC. En daar zijn Jackson en James geboren in Nijmegen. We hebben woensdag de laatste check-up, omdat ze natuurlijk prematuur geboren zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze uit die check-up gaan komen. Ze worden door een kinderarts gecheckt, ze krijgen logopedie, een psychologische test, echt alles en nog wat. Dus ik moet even deze lijst invullen en dat gaat voornamelijk om woordjes die ze al kunnen praten en allemaal andere dingen. Dus ik ga deze even invullen zodat ik die woensdag mee kan nemen. Moet ik heel even een beetje focus. Dus ik hoop dat ze me een beetje met rust laten. Daar is de nieuwe tv. Hij is aangekomen. Schat, ga er eens naast staan. Even voor vergelijking. Nee, ernaast. Ik moet hem zo laten liggen. Ja, doe. Niet mogelijk tegenaan stoten ofzo. Hij is nog groter dan jij. Oh my god, en dat tv'tje hier achter iedereen zei, oh, dat hebben jullie grote tv. Die lijkt nu echt klein. Maar ja, tot zover was hij dus kapot. En dan hebben we nu dus gewoon een nieuwe. Aanbiedingje was het bij de Mediamarkt, dus we moesten wel. Jongens, we gaan dit ding proberen op te hangen. We zien het wel. Dit is echt mooi. Kijk dan. Helemaal kapot. We liggen nu even op de bank. Maar hij hangt. Op de camera lijkt het dus niet zo groot als dat het in het echt is. Maar jongens, het is echt groot. Ja. 2,20 meter. Goedemiddag, het is vandaag dinsdag. En ik heb gisteren eigenlijk de nieuwe tv helemaal niet zo heel goed laten zien. Omdat we waren best wel even een tijdje mee bezig. En ik was heel moe. En het was natuurlijk ook donker. Dus ik dacht, ik ga het jullie nu perfect laten zien. En ik heb een heel mooi filmpje opgezet. Kijk dit. Waarom ziet het er in het echt kleiner uit op de film? Als ik het film, ziet het er kleiner uit. Schat, ga er eens bij staan. Doe even. Laat even zien hoe groot dat ding echt is. Het is niet normaal. Het is gewoon bijna de hele muur. Ja. Iets opzij. Oké, lieve mensen. Wij hebben een pakket binnengekregen. Van Rory en ik. Ik mag ook een keertje unboxen, jongens. En Rory wilde ook een keer heel graag unboxen. Dat wou ik helemaal niet. Ik werd gedwongen tot dit. Hij wilde niet, maar ik zei, schat, je moet. Rory en ik wilden heel graag matching outfits. Alsof je niet dat kapot smijt. We hebben het ik ben wel benieuwd hoe ze eruit zien. We hebben besteld bij Confirm. Ik weet niet of jullie dat kennen. Het is toch een beetje al een nieuwe gemerkt. We hebben 2 leuke pakken, jongens. Een match. One grey one en one black one. Oké, is dat aan doen? Ja. 1, 2, 3. Dat ging snel. Hoe dan? Kijk hoe cool. Gewoon zomaar aan in eentje. Wacht, ik ga even filmen. Het is echt een heerlijk pakje hoor, dit. Lekker schat, wat draag je? Je hebt een truimaat. L. L en een broek. M. Ik heb dus trui maat M en broek ook maat M. Hij zit hier best wel een beetje strak, maar het is op zich wel chill. Bij jou ook een beetje? Ja. Yeah. En ook om je benen. Dus, jongens, chill pakjes. Jamesy, wie is dat? Milo. Ja, Milo. En Tessa de visite. Ik heb in één keer hele slechte kwaliteit, jongens. Sorry, maar. Hi, Milo. Ga je lekker spelen? Hi, Milo. Hi, Milo. Dat is Milo. Milo, knuffel. En een kus. Oh, lief van jou, James. We zijn een vakantie aan het uitzoeken met Merel en Carlijn. Ik hoop dat ik het goed film, want ik kan mezelf hier niet zien. Ik heb er nu al geen zin meer in. Ja, ik kan dit gewoon echt niet. Maar we gaan naar een villa, of we willen een villa huren met al onze vrienden in de zomervakantie. Maar ja, we gaan nu alvast zoeken. Dus ja, heel leuk. Korte spanningsboog. We hebben er nu al geen zin in. Let's go. Ik ben het weer thuis en we hebben helaas nog geen vakantie of iets kunnen boeken. Want we weten ook nog niet zeker hoeveel mensen er nou echt mee gaan. En wanneer iedereen nou precies kan. Dus we hebben in ieder geval wat opties bekeken. Dus dat gaan we later weer even uitzoeken. Maar het lijkt ons wel slim om een beetje in deze periode nu alvast te gaan boeken. Zodat het wel vast staat. Ik ben nu alvast broodjes aan het smeren voor morgenochtend. Die zijn uit de vriezer en dan leg ik ze zo in de koelkast. Want morgenochtend moeten we echt heel vroeg weg. Dan gaan we rijden naar Nijmegen. Voor de laatste controle in het ziekenhuis. Omdat Jackson en James natuurlijk zo vroeg waren geboren. Dus ik dacht als ik nu alvast alle broodjes klaarmaak. En
een beetje water in een beker doet. Dus alles heb ik alvast klaargezet. En dan hoeven morgenochtend alleen nog maar de luister verschone kleren aan en gaan. En dan kunnen we het broodje geven in de auto, wat drinken geven in de auto. En Rory en ik eten toch vaak pas echt wel om 12 uur. Dus dat zijn wij wel gewend. Maar goed, dan heb ik voor de jongens alles alvast klaarstaan. En dan kunnen we in ieder geval morgen misschien iets langer blijven liggen. Ik heb ook even hele lekkere broodjes gemaakt. Zodat ik zeker weet dat ze het opeten. Lekker met speculoos en met hageltjes. Ik voel me helemaal een goed voorbereide moeder, jongens. Helemaal chill. Ik ga zo ook lekker slapen, want morgenochtend moeten we er echt vroeg uit. Ik denk dat we de wekker om 6 uur zetten. En om 7 uur in de auto moeten zitten. Maar ik ben heel benieuwd en ik neem jullie natuurlijk gewoon mee. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en wij zitten in de auto onderweg naar het Nijmegen ziekenhuis. En daar zijn onze kleine jongetjes geboren, die nu niet meer zo klein zijn. We hebben even een iPad hier in het midden gezet, ze kunnen ze lekker een filmpje kijken, want het is natuurlijk best wel een lange rit. We zijn er eigenlijk al over een kwartiertje. En ik ben eigenlijk best wel benieuwd. En Rory zei net tegen mij, bizar dat we daar gewoon anderhalve maand hebben gewoond. In het Ronald McDonald huis, is dat? Ja. Dat het dan allemaal gewoon in één keer zo normaal is of zo. Dat je daar in één keer thuis bent. Dat is heel vaag. Ja, dit is waar het allemaal begon, jongens. Dit is waar het begon, ja, inderdaad. Nou goed, we gaan zo ook met alle, met de kinderartsen praten, psychologen, weet ik veel, alles en nog wat. Fysiotherapeut. En dan horen we of alles goed is. Het is best wel een beetje spannend, maar eigenlijk gaan we er gewoon vanuit dat het goed is. Alles is gewoon goed. Alles is goed. Okay, we zijn nu in het ziekenhuis en we hebben net doorgekregen dat we om en om een afspraak moeten bij zijn, zeg maar. Dus Rory gaat met James mee, ik met Jackson en dan wisselen we af. Dus de eerste afspraak is bij de fysio met James en dan met de psycholoog met Jackson. En dan mag jij ze er weer in doen. Oh, ik denk dat het krijtjes zijn. Doe ze maar weer in. Zo! Twee tegelijk. Yeah! Deze. Deze. En dan doen we nog eentje. Kijk, het lopen de trein. Hey, wat goed! Lepel. Zetten we er eens op de lepel. Wow! Nu mag jij. Oké, we zitten in de auto. We zijn net uit het ziekenhuis. Het is nu 00:30 en de jongens moeten al lang al slapen. Dus dat is leuk. Ze zijn super moe, maar we hopen ze nog een beetje wakker te kunnen houden tot thuis. Zodat ze thuis lekker nog even in bed kunnen slapen. Maar het ging super goed en eigenlijk geen op- of aanmerkingen. Dus ja. Toppers! Top! Oké, we zijn net thuis. Het is inmiddels 00:30. Jackson was nog wakker gebleven in de auto en James had wel een beetje geslapen. En ze hebben alsnog even gewoon een flesje gemaakt en ze nu in bed gelegd. Natuurlijk veel te laat, maar ja, ze moeten wel echt even slapen. Want het was een intense ochtend voor hun, maar ook voor ons omdat we zo vroeg wakker waren en op stap. En ik moet natuurlijk straks gewoon lesgeven. Ik moet nog werken. Dus ik ga gewoon even op de bank liggen. Rory is onderweg naar de sportschool. Nou, ik doe het hem niet na. Ik heb vandaag dus nu niet gesport. En ik denk dat ik vandaag ook niet ga sporten. Maar dan morgen gewoon maar 2 keer of zo. Ik ben echt kapot. Dus ik denk dat ik heel even een soort powernapje ga doen. Ik heb Netflix aanstaan op onze mooie grote tv. Sorry jongens. Ik geef powernap doen. Nou, daar zijn we weer. Ik ben van de bank afgegaan. En ik heb echt wel even een powernap gedaan. Maar ik ben super laag in energie. Ook omdat het vanochtend zo vroeg was. En ik weet het eigenlijk niet. Ik voel me gewoon een beetje moe. Maar dat heb ik heel vaak als ik een powernap heb gehad. Dan kan ik daarna nog 10 uur doorslapen van mijn gevoel. Dus daarom dacht ik alleen maar beter als ik weer naar de dansschool ga wandelen. Goedemiddag, het is vandaag donderdag en ik ben onderweg naar Amsterdam. Ik ga namelijk voor mijn tweede behandeling bij de Fat Freeze. Dus voor degenen die al iets langer mijn vlog kijken, heb ik dat 8 weken geleden ook gedaan. Voor het eerst en dat doe ik voor mijn onderkin. En ik ben natuurlijk wel wat afgevallen, maar de onderkin is altijd zo'n stukje wat ik eigenlijk van nature altijd had. Kijk, je ziet het nu nog een beetje. Maar het was dus eigenlijk nog erger. En na 3 behandelingen zie je pas echt resultaat. Dus ik ben onderweg voor de tweede behandeling.
En ik laat jullie natuurlijk zien wat het de vorige keer was en hoe het nu is. Maar na de derde behandeling, dus dat is weer 8 weken later, zie je pas echt het resultaat. Dus wat het is geworden en of het echt minder is geworden. Dus dat ga ik zeker met jullie delen. En ik hoop wel dat dit zo is, want ik wilde gewoon een iets strakkere kaaklijn. Het is niet per se dat ze dit helemaal strakker gaan maken, maar het is meer dat bolletje hieronder, dit stukje, wat ze weghalen. En ik weet echt wel dat ik niet een dikke onderkin heb. Maar ja, ik weet natuurlijk ook altijd heel goed mijn angles te vinden in een selfie. En ik ga natuurlijk ook niet zo op een foto staan. Dus ik heb het zeker wel. En dat wil ik graag laten weghalen. Dus ik ben onderweg naar de Next Fat Free Skinix. En dat is in Amsterdam. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het heerlijk vind. Even zo lekker in de auto. En daar heb je ook een uurtje dat ding op je kin. Kan je gewoon even serietje kijken. In zo'n stoel. Lekker uurtje niks doen. Ik vind het heerlijk. Dus daar ga ik nu heen en ik neem jullie natuurlijk lekker mee. Zo, ik ben er weer en ik heb me even omgekleed in een badjas. En we gaan zo even tussenfoto's maken. Want ik ben natuurlijk 8 weken geleden hier geweest voor mijn eerste behandeling. En nu is het 8 weken later, dus gaan we even kijken hoeveel het is geslonken in mijn onderkin. En dan gaan we naar de behandeling. Kijk eens jongens, dit is niet normaal. Dit is dus na 8 weken. Nou ja, zoals je ziet is dat hoe het was en dit hoe het nu is. En er komt dus nog een behandeling aan. Mega verschil. Nou jongens, daar lig ik dan weer. Ik moet zeggen dat het nu best wel echt zuigt. Dat het niet een fijn gevoel is. Maar misschien ook omdat er minder is om op te zuigen. Maar goed, dit is een uurtje. Ik kan ook niet lekker praten, dus ik leg mijn telefoon gewoon even weg. En dan geef ik jullie een update na de behandeling. Ik zit weer in de auto. De behandeling ging goed. Op een gegeven moment voel je er niks meer van. Aan het begin is het een beetje zuigend en wel vervelend. En nu heb ik ook weer, ik weet niet of je het echt ziet, een soort van rode plek. En het voelt wel een beetje beurs. Maar goed, het was echt ziek hoe mooi het is geworden. Na gewoon 8 weken. Dus ik kan niet wachten op mijn laatste resultaat. En die is wel pas over 3 maanden. Dus volgens mij uit mijn hoofd 2 mei heb ik weer de behandeling hierna. Dus ik ben heel benieuwd hoe het er dan uitziet. En of het nog strakker is. Ik ben er al echt wel blij mee. Maar goed, we zijn in Amsterdam. Dus ik ga even opletten op het verkeer. Ja. Morgen, het is vandaag vrijdagochtend. En jullie weten wat dat betekent. Dat is tantoenietijd. Heerlijk. We gaan het even lekker opeten. We zijn lekker gewandeld naar de markt. Die jongens zijn gezellig. Oké, ik heb eindelijk die jongens ingeschreven voor peuterspeelzaal. En de toeslag heb ik gefixt, dus het is allemaal geregeld. Ik ben fucking blij, want het is echt veel werk. Voor degenen die het al hebben gedaan, jullie weten hoe het is. En Rory staat er lekker in de keuken. Die gaat weer eens een keer wat lekkers maken. Wat ga je maken, schat? Babi ketchup. Hoe? Babi ketchup. Babi? Ja. Is het dan met bami of is dat dan iets heel anders? Dat is heel wat anders. Oh. Nou, je hoort het. Ik zit dus lekker achter mijn laptop allemaal dingen aan het regelen. Wat ik dus doe met speelgoed, is ik heb een deel bovenop geslagen. Omdat ze nooit overal mee spelen, heb ik dus dit gewoon even in een zak gedaan. En boven neergezet. En soms wissel ik dus af en dan haal ik wat spullen uit de mand. En dan doe ik het andere weer erin. Zodat ze elke keer weer iets nieuws hebben om mee te spelen. En nu vinden ze dit dus helemaal te gek. Maar al ligt het dus een week of twee in die speelmand, dan vinden ze het niet meer leuk. Dus dan wissel ik gewoon een beetje af. En nu zijn ze weer heerlijk zoet met die cijfers. En dat ding komt gewoon bij de action vandaan. Oké, wij zitten dus nu op de bank. En ik ga iets doen. Dat is eigenlijk niet heel dom. Maar ik heb dus dit, engelenkaarten. Ik ben heel zweverig. En ik geloof dus in spirituele dingen en kaarten. Dus ik heb een beetje in verdiept. En ik vind het dus leuk om dit te doen. Om kaart te leggen. En dan als het goed is krijg je iets wat bij je past. En wat ik aanvoel. En wat jij aanvoelt. Ik ben zo benieuwd hierna. Sorry, de kwaliteit is echt ruk. Van deze video. Maar. Maar get. Ik ga even statief neerzetten. En dan. Ik ga niet alles laten horen wat we zeggen, denk ik. Misschien wel, misschien niet. Of je hoort zo'n heel mooi muziekje eronder. En dan laat ik even zien wat we hebben gedaan. Is afhankelijk van wat yeah. En dan geven we straks een review. Ja, ja, ja. Oké? Want ik ga ook doen. Ik ga voor jou en voor mij. Ja? Ja. Oké, let's go.
ik lig in bed. En ik zal jullie natuurlijk vertellen hoe het was na het kaartje trekken. En ik moet zeggen dat we een hele gezellige en interessante avond hebben gehad. En ik sta best wel een beetje in touch met mijn spirituele kant. En ik vind dat altijd best een beetje vaag om te zeggen, omdat niet heel veel mensen daarin geloven. Maar ik geloof op een intuïtie en op een gevoel en op energieën. En ik kan dat best wel goed aanvoelen bij vriendinnen en mensen waarvan ik denk dat ze het nodig hebben. Vaak zeg ik dan, kom, we gaan een kaartje trekken. En dan blijkt ze het dus ook heel erg nodig te hebben. Dus ik wil dat deel van mezelf eigenlijk een beetje gaan ontwikkelen. En misschien wel een soort van cursus hierin gaan nemen. Want elke keer als ik dit met iemand doe, dan klopt het. En ik heb zoveel situaties wat je gewoon niet kan omschrijven of beschrijven. Wat ik heb meegemaakt en wat ik voel. En dat klopt dan ook allemaal. Ik ga lekker slapen. Rory die is bij vrienden. Die komt zo, als het goed is, thuis. En dan gaan we morgen lekker naar de markt. Ik zie jullie morgen, lieve mensen. Nou, dan zijn we weer. Onze wekelijkse uitstapje. Ja? Met je koopwagentje. Jackson en James ook lekker strobaafje. Even een rondje markt doen. Oké, kijk. Ze staan nu in hun bedje. Ik ga even naar boven lopen. Het is een typische zaterdag. Jackson loopt hier in zijn pyjamaatje en zijn knuffel. En James mocht ook zijn knuffel meenemen. En normaal laten we die altijd in bed liggen. Maar ze zijn allemaal een beetje zeurderig en ze gingen niet slapen, zoals je net natuurlijk zag. En ze zijn nu net pas wakker en ik heb James ook wakker gemaakt. Die zijn een beetje pieperig. Dus ik dacht, weet je wat, we blijven lekker binnen, we blijven lekker thuis. Ik ben net even naar de supermarkt geweest, ik ga lekker soepie eten. Wat heb je nou? Heb je nou dat hele broodje in je mond gestopt? Laat het even zien aan de camera. Laat eens zien. Wat heb jij in je mond? Ga nu even lekker met die boys spelen. Ik heb zo'n heerlijk soepje voor mezelf gemaakt. En ik ben nu op Netflix zo'n documentaire aan het kijken van de vrouw van Cristiano Ronaldo. Het is best wel cool om te zien hoe zij bij elkaar zijn gekomen. En alle troep ligt er nog. Ik had al een beetje opgeruimd, maar ik ga eerst lekker eten en dan doe ik later de rest. Lachen, wat heb jij? Wil je ze af? Wat heb je gedaan? Oh, mooi. Deze ook nog? Bij jou ook nog? Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik ben weer heerlijk opgemaakt. Mijn extensions zitten weer in mijn haar. Kijk hoe chill, wacht, in de spiegel ziet beter. Kijk nou. Mijn extensions zitten weer in. Ik heb lekker make-upje opgedaan, want ik ga straks uit eten. Een soort lunchbrunch met Anneloes, want dat geven we elkaar voor onze verjaardagen. Dus dat ga ik zo heerlijk even doen. En het is wel echt zeik weer. Dus even lekker door de stad lopen zit er niet in. Maar misschien dat we daarna gewoon nog even een theetje gaan doen of zo. Ik heb er helemaal zin in. Ik had ook gewoon zin om even lekker op te maken. En even me leuk aan te kleden. En natuurlijk weer mijn lievelingsperkenjasje aan van Intercity. Ik hoorde van een paar van jullie dat die was uitverkocht. Vet jammer. Maar dat jullie wel op de sale hadden gekeken. En er is echt mega veel sale. Dus ga je gang. Maar deze is helaas uitverkocht. Als hij er weer is, dan laat ik het aan jullie weten. Goed, ik ga even naar beneden schoenen aandoen en dan ga ik lekker lunchen. Kijk dan, het regent keihard. We zijn in de parkeergarage en er zijn hier gewoon paraplu's die we gewoon mee kunnen nemen. Is dat een soort van Deventer ding? Kijk, wat staat erop dan? Parkeergarage Deventer. Nou, here we go. Dan gaan we naar rechts. Ik kom hier natuurlijk niet vandaan, dus ik heb geen idee. Ik heb mijn haar in mijn jas zitten. Ik lijk net een soort van kaal, maar goed. Maakt niet uit. Ja, we hebben heel lang haar, maar we lijken kaal nu. Ja, we lijken kaal. Anneloes heeft dus ook dat groene pak van mij. Die heeft ze dus vandaag aan en dat wist ik. Dus we hebben ook witte sneakers aan, Kel. Kijk ja, even met dit weer. Met die, heerlijk. Helemaal zin in. We gaan lekker helemaal vol vreten. Heerlijk. Ik kan niet wachten. Ik kan echt niet wachten. Jongens, kijk nou. Dit is echt bizar lekker. Het ziet er ook heel leuk uit. Alles is dus roze. Met een knappe Anneloes. Kijk dan, dit hele dingetje, dit hele tentje ziet er echt helemaal roze uit. En daar ook. Het is heel leuk.
Oké, dit was ronde 1. Ik denk dat we het met 5 minuten hebben opgegeten. We hadden 2 dingen van alles. Maar we bestellen nog niet. We zijn dus nu in een winkel met allemaal stenen. En elke steen heeft een bepaalde betekenis. Nou, ik ben hier al vaak geweest. Dat heb ik je ook wel eens verteld. Maar we gaan gewoon heel even kijken of we nog een steentje kunnen vinden voor onszelf. Nou, we zijn dus even terechtgekomen in het winkeltje van Lynn. Ik weet niet waar je het ziet. Dat is Lynn, dat is Anneloes. En haar ton is gejat, buiten. En haar ton is gejat, vannacht. Heel, heel onaardig, maar goed. Ik zie dus dit. Dit vind ik best wel cute. Met sterretjes. En die is dus ook in het roze, maar dat is dan toch niet echt mijn kleur. Kijk, als ik het zo bij me hou. Meer rond. En ik heb nog een leuk shirtje en een leuke trui. Ik ga het even aan jullie laten zien. En dit shirt vind ik echt heel leuk. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar dat is best wel een soort goud. En roze. Kijk nou, hoe cute. Misschien leuk met een blazer of iets eroverheen. Oh, deze vind ik echt heel leuk. Kijk, oh, je kan het net niet zo goed zien. Dus echt ook met deze outfit is het heel leuk. En bij Lynn kan je gewoon bestellen, jongens, online. Ik zet wel even een linkje op van haar Instagram. Maar het is echt super leuk. En een heerlijk gezonde avondmaaltijd voor de boys. En mama heeft ook iets lekkers te eten. Oh, jongens. Voor het eerst in anderhalve maand eindelijk weer een keer pizza. Ik ga hier mega van genieten. Vandaag is echt de cheat dag to the max. De hele zooi ligt nog hier in de kamer. Maar eerst even pizzaatje eten. Goedenavond lieve mensen, ik zit alvast achter mijn laptop om even de vlog te bewerken die jullie nu aan het kijken zijn. En ik ga zo lekker naar bed. En volgende week staan er wat leuke dingen op de planning. Ik ga ook voor een paar dagen naar mijn ouders toe met de kinderen. Dus ik neem jullie natuurlijk ook gezellig mee. En ik wilde jullie natuurlijk bedanken voor het kijken van deze week van de vlog. En ik hoop je volgende week weer te zien. Vergeet niet te abonneren, een duimpje omhoog en laat een leuke comment achter, want ik lees ze allemaal. Tot volgende week. Muah.